En het was weer zwoegen de afgelopen weken. Voor 1 april moesten de gevreesde blauwe enveloppen weer worden beantwoord. Een jaarlijkse ergernis voor velen. Al was het maar omdat belastingbetaling natuurlijk nooit echt erg leuk is. Dat moet toch anders kunnen. Of ik maar even voor 10 april 26.801 euro wil overmaken aan de minister van Financiën, terwijl er al net 21.275 uit is gegaan. Excellentie de Jager, kan dat niet wat minder? De belastingdruk moet omlaag. Ik ben op zoek naar een fiscaal bevrijder. Ik heb mijn aanslagen, mijn voorlopige heffingen weer te pakken. Wat moet ik doen? Het is verstandig om de aandelen om te brengen in een buitenlandse holdingstructuur. Okay. Dan kun je belasting ontwijken op winstuitkering, op de waardestijging, inkomsten uit vermogen. Erfbelasting kan allemaal worden ontweken op die manier. Dus mijn aandeeltjes gaan ergens anders wonen? Nou, uw BV die blijft gewoon in Nederland. De aandelen brengen onder bij een holding op Cyprus. En daarom ontwijken we de dividendbelasting. De aandelen daarvan brengen onder bij een holding in Dubai. Dus ontwijken we de belasting op inkomsten uit vermogen. Hé, lekker, ja. En de aandelen daarvan die brengen onder bij een stichting op de Bahama's. Dus ontwijken we de belasting op de waardestijging van de onderneming, de belasting op de winstuitkeringen en de erfbelasting.